Nou ja, je weet nou dat de komende tijd gaan we meer controleren. Dus je hebt meer kans dat je het pakt. Maar ik hoop daarvoor dat wij dan gewoon in de klas zeg maar dat gesprek aangaan. En dat we er afspraken over kunnen maken. En dan kan jij, als je dat doet, krijg je groene kaart. Dan kan je ook nog prijzen winnen. Als je het niet doet, ga je rode kaart. Dan kan je meer op straat gepakt worden. Maar dan gaan jouw ouders ook een brief krijgen. Dus daarom willen we dit graag. Maar we willen graag met jou erover in gesprek. Nou, dan krijg je van mij nu een t-shirt. En dan hoop ik dat je mee doet. Dat je allemaal groene kaarten krijgt. Ja, dat is heel goed. We gaan ook groene en rode kaarten hebben. Ja, daar heb ik een brief op. We willen op school meer testen, dus wij willen gaan meedoen. En als je dan afspraken maakt en je doet het, dan kan je meedoen met prijzen winnen. En als je niet meedoet, dan krijg je een rode kaart op de kaart. En we gaan meer controleren op straat, dus de pakkans wordt groter. En dan gaan we ook niet sturen naar je ouders. En, maar we willen gewoon dat jullie dat gesprek aangaan, omdat jullie natuurlijk heel veel ervaring hebben van wat betekent dat. En misschien moeten wij ook wel een paar dingen anders doen. Elke scoop kan je opvoeren. Ja, dat klopt. Tegenwoordig. Ja. Vandaag gebeurt er sowieso niets, maar het is vandaag de start van dit programma. Daarom hebben we de t-shirt gemaakt. We mag er een paar uitdelen. Dat is ons beeldwerk. Dat was helemaal niet. Ja. Nou, dat is wel zo. Wil jij t-shirt? Ja. Ja. Ik hoop dat je meedoet. Ja. Dankjewel. Hè. Dankjewel. Ik ben nu leeg, maar er komen er nog veel meer aan. Hoor. Dus doe je best.